Ja, heb je getwijfeld of je de eerste punten zou gaan verspelen vandaag? Nee, getwijfeld niet, maar ja, je zit natuurlijk op de bank, je ziet de wedstrijd is neutraal. Er gebeurt eigenlijk in de tweede helft eigenlijk weinig kansen over en weer. En dan ja, tot de 70e minuut dan heb je het gevoel van, nou, als hij dan een kant op moet vallen, dan moet hij onze kant op vallen. En dan moet je zorgen dat je geen kansen meer weggeeft. En ja, dan valt hij uiteindelijk de 1-0 met de penalty van Dirk. En heel snel daarna de goal van Bilal. Ja, dan weet je eigenlijk dat je de wedstrijd hebt gewonnen. Terug naar dat begin, hè? Wilden jullie geen risico nemen? Net als zij, want zo oogden het wel een beetje. Nou ja, kijk, je weet natuurlijk tegen Vitesse, dat is natuurlijk een voetballende ploeg. Heel handig aan de bal. En als je de linies dan ja, groot maakt, dan kunnen zij voetballen. En een paar keer deden ze dat ook gewoon heel goed. En dan word je vanzelf achteruit gedrukt. Maar uiteindelijk denk ik dat we ja, het einde verschil maken met die penalty. En dat we ja, natuurlijk heel blij zijn met de punten weer. En dat we vandaag ook drie punten hebben gehaald. Er is veel discussie over mogelijk buitenspel net voordat jullie de strafschop krijgen. Heb je er iets van meegekregen, die discussie? Nee, ja, ik hoor het ook net, maar ja, weet je, ik bedoel... Lekker belangrijk. Ja, ik bedoel, kijk, er vallen beslissingen van de scheidsrechter. Ja, of die nou wel of niet buitenspel, of wel of geen penalty. Ja, dat hou je altijd in het voetbal. En kijk, de eerste helft kan de scheidsrechter ook een penalty fluiten. Als je ziet dat Rick de Slijding daar neemt. Karsdorp, ja. Dan neem je het risico dat hij een penalty geeft. En dat had ook best gekund. En uiteindelijk valt hij niet. En in de tweede helft wel in het voordeel van ons. Dus daar ben je wel blij mee. Hoe is het met Karsdorp? Want het oogde vervelend, die blessure. Ja, hij voelde wat in zijn lies. En dan is het natuurlijk een wissel die je niet voorzien hebt in het begin van de wedstrijd. Maar dan is het ook goed en mooi dat je Erik kan brengen. Erik Botteguin die dan ja, er staat. En dan staat er wel een verdediging achter. Waarom speelde Kazim? Nou ja, omdat ik het vertrouwen in Kazim had vandaag. En natuurlijk heel veel discussie om hem. En je kijkt hoe Michiel zich voelt. En uiteindelijk neem je alles mee in de beslissing om met iemand te starten. En vandaag was dat voor Kazim. Dus dat kan ook weer anders zijn over een week in Eindhoven. Nou ja, je kijkt elke week kijk je natuurlijk aan. En je analyseert de tegenstander. En dus we hebben een selectie waar je eigenlijk alle kanten op kan. En dat is, voor ons is dat mooi, dat we die keuze hebben. Alleen, ja, soms is het wel lastig. En dan heb je drie keer niet geweldig gespeeld. Dat kunnen we in alle eerlijkheid vaststellen. Maar je hebt wel 9 uit 3. Waar ben je nou in de komende week het meeste mee bezig naar je groep toe? Nou ja, je bent natuurlijk bezig om wedstrijden te winnen. En dat lijkt me duidelijk. Dat is ook de focus heel de week. En dat het voetbal beter kan, dat weet ik. Dat weten de spelers. Maar uiteindelijk beslis je de wedstrijd weer in de laatste fase. En dat is ook een kwaliteit. En ik denk dat het team groeiende is. Het team heeft vertrouwen, krijgt vertrouwen, ook door de punten natuurlijk. En ik denk dat het belangrijkste is en dat we gewoon werken aan het voetbal, ja. Dat lijkt me duidelijk, maar dan is het wel een lekker begin dat je nu 9 punten uit 3 hebt. Ja, nog één dingetje. Je hebt ooit gezegd van Kuyt is voor mij een speler die zich op rechts voorin moet richten. Hij staat nu links voorin. Is er ook een optie om achter de spits te spelen? Nou ja, Kuyt is natuurlijk multifunctioneel. En als je dan naar de tegenstander kijkt vandaag en dan kozen ze ervoor voor Bilal op rechts. Ook met zijn diepte en zijn snelheid en dat... Ja, dan ging de eerste helft, de eerste 10 minuten ging dat heel goed. En alleen de voorzet moet dan beter. Maar uiteindelijk heeft hij natuurlijk zijn dreiging ook aan die kant. En daar is hij gewoon heel belangrijk voor het team. En, ja, en dan wisselt hij van kant met Dirk. Maar zoals ik al zei, we hebben genoeg spelers in de selectie met waar we alle kanten op kunnen. En dat is voor een trainer is dat fijn. En nu Cocu klop geven? Nou ja, we zijn blij met de overwinning vandaag. En vanaf woensdag ligt de focus weer op PSV. En dan, zoals we alle weken de focus leggen op tegenstanders. En ja, dan gaan we gewoon woensdag gaan we er hard voor werken in de analyses, in de trainingen. En dan moeten we zorgen dat we die wedstrijden ook gaan winnen. Want dat, ja, daar werk je heel de week hard voor. Je kan een videootje laten zien hoe je ballen binnenschopt in Eindhoven, hè, van jezelf. Ja, klopt, ja. Nee, ja. Dat was een mooie goal, ja. Maar dat, ja, weet je, dat is niet belangrijk op dit moment. Maar ja, dat we daar kunnen scoren, dat lijkt me duidelijk.